Gezien de grote investeringen die gedaan worden, zal er olie gevonden worden. Een voorspelling die 5 jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne door André Misikaba, de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, werd gedaan. Het Nationaal Informatieinstituut laat de bewindsman aan het woord, nu zijn woorden bewaarheid zijn geworden. 10 gerenommeerde companies voor Grondabo en zoeken olie voor zijn keus. Dat wordt dat die olie daarbij. Dat wordt dat olie daarbij. Dus volk van Suriname, maak het klaar. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Om de next Dubai te worden voor een nieuwe en moderne Suriname. Laat mij benadrukken dat ik heel erg blij ben. Omdat we inderdaad een droom in werkelijkheid zien gaan. Als beleidsmaker is het belangrijk dat je de trends volgt, dat je studeert en dat je de internationale ontwikkelingen volgt. En op een gegeven moment, in 2015, op het moment dat ik die voorspelling deed, zoals men dat zegt, waren er 10 gerenommeerde bedrijven bezig voor onze kust. Bedrijven zijn geen filantropische instellingen. Het zijn geen sociale instellingen. Het zijn keiharde businessmannen, mensen die geld investeren en daartegenover inderdaad geld willen verdienen. Het is goed dat die samenleving dat weet. Om 1 boorplatform op te zetten, is er meer dan $100 miljoen nodig. Wanneer op een gegeven moment 10 van dat soort grote bedrijven voor de kust olie boren, olie zoeken, dat betekent demas meer wansani. En op basis daarvan volgt de trend, hoe kan het anders? Olie is een van onze deviese inkomstenbronnen op dit moment, een van de grootste. Samen met goud zijn die 2e grootste. Dus je volgt het als beleidsmaker. En ik heb op een gegeven moment aangegeven, er is olie voor de kust. En ik heb toen symbolisch aangegeven, Suriname, maak je klaar om de next Dubai te worden. En waarom hebben we Dubai gebruikt? Omdat, ja, ik ga ervan uit de mensen die het verhaal kennen, Dubai, dat stadje, dat mooi stadje, dat zo overal wordt geprezen, heeft, doordat er olie is gevonden en doordat men de olierijkdommen op een goede manier heeft gebruikt, heeft men deze stad ontwikkeld tot een wereldberoemd stad. En eigenlijk leeft Dubai nu niet eens meer van de olie. De inkomsten, men heeft de hele stad omgetoverd tot een toeristische trekpleister. En de inkomsten uit het toerisme zijn nu veel meer dan wat men uit olie trekt. En wij hebben symbolisch Dubai genoemd om aan te geven dat op het moment dat we de olierijkdommen vinden voor onze kust, dat wij ook inderdaad onze samenleving verder kunnen moderniseren en tot een hele geweldig land kunnen maken. En we zijn nu op dat punt. Onvoorstelbaar dat je ondanks deze hele goede tijding voor Suriname, dat je toch mensen hebt die negatief zijn en negatief blijven. Onvoorstelbaar. En we horen mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, maar de man afbreedt je, want dan direct je pompen olie uit de grond. Het is een open deur intrappen. Natuurlijk weten we het. Guyana heeft 2 jaren lang, nadat ze de eerste fondsen hebben gedaan, hebben ze bijna 2 jaren lang bezig geweest om de zaak te ontwikkelen. Wij hebben een kleine voorsprong op Guyana, omdat wij alle raffinaderij hebben. En inderdaad wat deskundigheid al hebben op dat punt. We zullen zien, in de regel heb je 1,5 tot 2 jaar nodig. Afhankelijk van hoe geavanceerd je wil gaan, kan je 3, 4 jaren nodig hebben om zo'n industrie op te zetten. Het is een open deur intrappen, we weten het, we studeren op de zaken, we weten het. Maar de allerbelangrijkste stap is dat je die rijkdom moet vinden. Want ik vind olie, ik noem maar doen, want en nu hebben we de olie.
En wij verwachten, de president heeft het mooi aangegeven, dat hij samen met iedereen de way forward wil uitstippelen. En we zullen samen inderdaad moeten kijken wat we precies willen met die oliefondsen. En het is verwachtbaar dat we 1,5 tot 2 jaar nodig gaan hebben om de eerste olie uit de zee, uit de grond, onder de zee te pompen. En afhankelijk van de hoeveelheid, ik verwacht dat we meer bronnen gaan vinden. En het zal me niet verbazen als we ook veel meer dan Guyana vinden. Dat betekent dus dat wij voor de komende decennia zodanige deviseinkomsten hebben dat we van dit land een pracht van het land kunnen maken. En eigenlijk kunnen onze kinderen en kindskinderen nu al lachen. Wat je ook doet, want ik ben ook van oordeel dat je ook moet kijken naar de bauxietvoorkomens van Bakhuisgebergte. Er waren wat obstakels, de lange afstand om het bauxiet te brengen naar de raffinaderij was een van de obstakels. Maar voor al die obstakels kan je een oplossing vinden, zoeken en vinden. Maar wat je ook doet, het is belangrijk dat we beseffen dat wanneer je praat over mijnbouw commodities, dat je ze niet eeuwig hebt. Het zijn niet hernieuwbare rijkdommen. En dat je in de tijd dat je ze hebt en in de tijd dat je van kan genieten, dat je andere sectoren ontwikkelt die wel hernieuwbaar zijn. En dat zijn de meer soft sectoren zoals toerisme, de dienstensector, de agrarische sector. Dus bauxiet, goud, olie, je moet gaan investeren in andere sectoren die hernieuwbaar zijn. En deze regering heeft daartoe al de eerste voorbereidingen gemaakt. Je weet dat we een paar jaren terug, ik dacht in 2017, de wet hebben gemaakt, stabilisatiefonds. Dat is een fonds die gecreëerd is om in goede tijden een deel van de inkomsten te sparen, zodat je een overbrugging hebt in slechte tijden. Dus die wet is er al, dat fonds is er al, is een kwestie nu, wanneer we zover zijn om die grote olie-rijkdommen naar boven te halen, dat we een deel van het geld sparen en een deel van dat geld investeren, zoals gezegd, in andere sectoren die hernieuwbaar zijn. Een tweede ding dat we moeten doen, is dat we gelijk, de plannen liggen er al, dat we gelijk inderdaad de low-hanging fruits voor wat betreft de sectoren die we moeten ontwikkelen, dat we dat gelijk aanpakken. De agrarische sector, toerisme, dat zijn de twee meest voor de hand liggen. Er liggen rapporten klaar dat we gelijk er toe overgaan. Ik denk dat als we dat doen met deze boom die wij gaan krijgen, dan hebben we inderdaad fundamenteel en duurzaam een basis gelegd voor onze eigen tijd waarin we leven, maar ook voor komende generaties. Het verhaal van corruptie moeten we altijd afwentelen terug naar de mensen die dat aandragen en hun vragen met die anticorruptiewet. En ik hoor mensen nog steeds zeggen die anticorruptiewet is niet afgekondigd, is niet gepubliceerd, is niet waar. Die wet is goedgekeurd. Die wet is afgekondigd en gepubliceerd. Die wet werkt. Ja? We vragen ze om hun tijd niet te verdoen om allerlei spoken aan te wijzen die er niet zijn. Laat men concreet de corruptiegevallen die ze kennen met de anticorruptiewet, met andere wettelijke bepalingen in onze wetboek van strafrecht, laat men de zaken aandragen. Ja, want anders is het bedrijfspolitiek. Het is inderdaad een stemmingmakerij. Breng ze aan als je serieus bent. Dus dat is wat ik zeg ten aanzien van corruptie. De mensen die nu zeggen er moet een corruptievrije regering komen, ik zeg dat ook. Want ik ga niet zeggen dat we geen enkele corruptiegevallen hebben gehad in de afgelopen periode. Voor zover de zaken duidelijk waren, weet u dat deze regering de zaken heeft opgestuurd naar de instanties en instituten die daartoe
het onderzoek moet doen. Sommige dingen lopen nog. In sommige dingen is er een uitspraak gekomen. In de EBS-kwestie is er een uitspraak gekomen en de mensen zijn vrijgesproken. Andere zaken lopen nog. Maar het is belangrijk om wanneer uw hoofd boter is op uw hoofd, om niet in de felle zon te gaan staan. Er zijn twee concrete gevallen waarbij twee hoge functionarissen vanuit de front gelederen. De manga bentje om corruptie. Concreet, twee ministers. Ja, die namen zijn bekend bij de samenleving. Dus wanneer we praten over we moeten corruptie bestrijden, corruptie minimaliseren, dan denk ik dat iedereen achter die stelling staat. Maar laten we op een eerlijke manier en op een oprechte manier ermee omgaan. En laten we niet vinger willen wijzen naar deze of gene. Overigens is het mooi en is het belangrijk, en ik ga ze altijd hieraan blijven herinneren. Zelfs wanneer men wat ik zeg zou categoriseren als te zijn partijpolitieke uitspraken, die samenleving die on top of alle politici staat, heeft in 2010 en 2015 op een hele duidelijke manier middels de stembusgang aangegeven NDP naar Yumi Wanrigera Kondre. In 2010, 23 zetels, NDP en haar partners. En waarschijnlijk was het na het werk dat de NDP en haar partners hebben gedaan, afgelopen dat je luistert, we gaan de stempel nog duidelijker drukken. En men heeft NDP als individuele partij 26 zetels gegeven in 2015. Dus dat betekent, het volk ligt niet wakker van al die verhalen van deze lieden die de gelegenheid hebben gehad verschillende keren in het verleden, maar tussen 2000 en 2010, 10 jaren lang, waren zij aan de macht. Deze Santokki die nu zo hoog van de daken schreeuwt, heeft met zijn constellatie 10 jaar achter elkaar gezeten. Laat men me één concreet groot project noemen dat men heeft gedaan. Men heeft geprobeerd bruggen te bouwen, allemaal zijn letterlijk in de rivier gevallen. Ja, men heeft geprobeerd een aantal dingen te doen, men heeft geprobeerd om een algemene verzekering te maken voor ziektekosten. Het bleef maar bij discussie, men heeft het niet gedaan. Het zou me te ver voeren om nog eens een keer al die verworvenheden van die regering op te noemen. Die samenleving kent ze, dat is ook de reden waarom de samenleving de NDP heeft ondersteund. En ik heb deze mannen gewaarschuwd, pas op. Als u op dezezelfde negatieve manier doorgaat met uw campagnevoering, moet u niet schrikken als ik eindig met 34 zetels. We zijn sterk geëindigd. Geëindigd met het goed nieuws dat die 19,5 miljoen euro moet worden teruggegeven. Uiteraard volgen we het nieuws ook, hebben we begrepen dat het Openbaar Ministerie de zaak heeft voorgelegd aan de cassatierechter. We zullen zien wat daaruit voortkomt. Ik verwacht niet dat er een andere uitspraak komt, omdat de uitspraak vrij duidelijk was met argumenten, maar we volgen het. Daarna heeft de regering woord gehouden en samen met Alcoa hebben we bewerkstelligd dat de dam op 31 december in Surinaamse handen is gekomen, onze stuwdam, waardoor we een belangrijke stap hebben gezet richting de energievoorziening in Surinaamse handen te houden. En nu inderdaad het nieuws van de rijke oliefondsen. Ik denk dat we indachtig wat de president heeft gezegd moeten handelen. Hij riep ons op om het hoofd koel te houden en samen te kijken hoe wij voortgaan. Ik doe diezelfde oproep. We zijn ons van bewust dat we nog een weg te bewandelen hebben voordat we die dollars krijgen en die euro's en die SRD's. De eerste belangrijke stap is gedaan. We gaan met wijsheid, met inzicht en bovenal met de kracht van God deze gunst die we hebben gehad van Hem moeten ontwikkelen. En ik roep iedereen op waarvan de lijn je ook staat en ook als zijnde de politieke dingen op sommige momenten op scherp, dat we at the end of the day beseffen dat we Sranamans zijn en dat we het samen moeten doen. Ik roep daartoe op.